En er wordt op dit moment lekker geborreld bij PSV, want de club heeft haar nieuwjaarsreceptie. En voor het eerst zijn daar ook fans van de Eindhovense voetbalclub bij uitgenodigd. Sportcollega Joost van Erp, ja, die wilde er natuurlijk ook graag naartoe. Ja, ik kan het niet zo goed inschatten of het druk is, maar jij wel? Nou ja, achter mij lopen een beetje de laatste mensen inmiddels weg. Het is net afgelopen, het officiële gedeelte van de nieuwjaarsreceptie. Zo'n kleine 2000 man is daarop afgekomen. Ja, dat is voor een eerste keer een mooi aantal. Ja, waarom nodigen ze daar eigenlijk dan alle fans ook uit? Nou ja, PSV is natuurlijk een voetbalclub. En dan ja, heb je natuurlijk fans, je hebt sponsoren. En bij PSV wordt wel eens gezegd dat het een beetje een kille club is. Niet meer de warme club uit de jaren 90, uit de jaren 80. En de nieuwe directeur van PSV, Toon Gerbrands, die wil dat veranderen. Die wil ja, de supporters er wat meer bij betrekken. Ja, en wat natuurlijk kun je dan beter doen dan een nieuwjaarsreceptie uitschrijven. Waarbij je zelfs sponsoren uitnodigt, maar ook fans. En ja, met 2000 bezoekers is daar de eerste keer toch wel redelijk gehoor aan gegeven. Ja, je noemde zijn naam al, de nieuwe directeur Toon Gerbrands. Hij heeft ook een speech gehouden. Zat daar nog wat nieuws in? Maar niet echt hele grote dingen. Wel een paar kleine dingetjes noemde hij. Ze werd onder meer gezegd dat de selectie van PSV die nu is, die blijft gewoon intact. Dat zei technisch manager Marcel Brands. Die gaf aan dat er deze winter geen enkele speler uit Eindhoven vertrekt. Misschien een verhuurperiode van Menno Koch te verdedigen. Maar verder gaat er niemand naar een andere club. En ook op de transfermarkt zal PSV zich vrij rustig gaan houden. Echte grote mannen als Memphis Depay en Wijnaldum die zullen blijven in Eindhoven. Zo gaf Brands aan. Het enige wat er gaat gebeuren op transfergebied is dat er een keeper wordt gehaald dat de derde doelman van PSV geblesseerd is. Dus ja, een beetje kleine dingetjes, geen echte hele grote zaken hier op de nieuwjaarsreceptie. Nou, dankjewel in ieder geval voor dat je er voor ons weer was. Dankjewel, Joost.